Welkom op Domein de Cellen. Dit is Sportbeat en u bent de gast op de persconferentie van Topvolleykland Antwerpen. Topvolleykland Antwerpen heeft gisteren in stijl hun nieuwe coach voor het seizoen voorgesteld. Mooie locatie, veel mooi volk en een verrassing van formaat wanneer de nieuwe coach ten tonele kwam. Alain Dardenne, ex-coach van onder andere Mene en Lennik en jawel, in een ver verleden actief bij Caland Torhout. Waarom de keuze? Ik denk Topvolley Antwerpen is een van de topclubs in België, hè. Dus daar kunnen we niet naast kijken. En als er zo'n ploeg komt aankloppen, dat is alleen maar een eer voor mij om daar trainer te mogen zijn. En, het is een project dus, met Peter Caland en Topvolley Antwerpen waar ik heel graag instap. En zo is de cirkel misschien wel rond, want het begon allemaal bij Peter Caland en nu komt de topcoach terug voor een nieuwe start bij Topvolley Caland Antwerpen. En heel toevallig, ik had het idee van ik denk dat Alain wel de knipte man is, de juiste man op de juiste plaats, om in dit overgangsjaar, maar ook naar de toekomst toe uiteraard, om ons vooruit te helpen en echt wel die ambities terug te hebben om vooruit te gaan voor top 4, minimaal. Een overgangsjaar met een top 4 plaats, dat kan alvast tellen. Al wil Alain de term overgangsjaar niet meteen gebruiken. Ja, ik zou het zo niet willen noemen, hè. Dus we weten, het is een hele nieuwe spelersgroep. Dus totaal niet. Van verleden jaar blijft er bijna niemand over. Dus Sander en de Libero. Dus wij gaan een nieuwe ploeg moeten bouwen. Dat gaat zijn tijd nemen. Maar ik denk dat de spelers die komen heel degelijke spelers zijn. En we gaan daar proberen iets van te maken. En dat we niet de ambitie hebben om eerste of tweede te zijn. Die ambitie was er vorig jaar en het jaar voordien misschien wel. Maar ik denk dat we toch met realistische ambities aan het seizoen mogen beginnen. En dat denken we ook, want met kleppers als Mijatovic, Pools international Matthäus en de Duitse middenblokker Klein ben je gewapend om de strijd aan te gaan. Elk van deze toppers komen niet zomaar naar Antwerpen. I was searching for some new things. I played the last 4 years in the same club. It was a nice time. But now I want to leave Germany. I want to go in another division. And that's why I go to Antwerp. I think it's a good club. We play international and I like it. Ja, omdat die goede mogelijkheden bieden. Ik ben waarschijnlijk enige als eerste opposit. Dus ik heb veel speelkansen. En ook naar Europees toe is dat wel plezant om CEV te mogen spelen. It's a nice city, it's nice people here and the Belgian championship is getting bigger and stronger and I think it's right choice to arrive here to play volleyball. Het is een keuze die ik ondertussen, ik zit nu aan mijn derde seizoen, dus een paar jaar geleden gemaakt heb. En dat was een keuze waarbij dat ze een mooi plan voor mij hadden, dat ik in het derde jaar, dus dit jaar, normaal gezien veel kansen ging krijgen om te spelen. En zoals ze eerder gezegd hebben, zal dat waarschijnlijk wel gebeuren, dus daar ben ik heel blij om. Zo denken wij er ook over dat met dit Topvolley Caland Antwerpen ook dit seizoen rekening moet gehouden worden. Naast de voorstelling van de spelers lieten ze nadien nog zien dat ze meer in hun mars hebben dan volleybal spelen, want ook op de catwalk misstonden ze niet. Dit Topvolley Caland Antwerpen gaat misschien wel een overgangsjaar tegemoet, volgens anderen, maar de spelers zullen niet minder gemotiveerd zijn. Ja, ik denk dat ze... niemand wist iets van wat we gingen doen dit seizoen. Ik denk tot een paar weken geleden hadden we was ik met Dennis Ruud denk, enige speler. Dus ik denk dat niemand ons kent. Niemand zal weten wat we zullen presteren. Dus het zal zeer, zeer spannend zijn voor iedereen. Denk ik. Have a nice atmosphere and we do a lot of good job on the practice. We gonna make a nice result after season. I don't know the division so good, but I think we can play on the top and we will go as far as possible in CEV and in the National Cup. And I think if we can reach the semi-finals with the third place, maybe it's a good thing and I want to go to the cup final.